nu verder met onze muzikale reis door Europa. En we beginnen bij ons oosterburen, Duitse talige gebied. En we gaan naar de Duitse berggebieden, naar de mooie Alpen. En we zingen Cantata di Montagna. Daarin beschrijven hoeveel vreugde en geluk het geeft om met goede vrienden daar doorheen te trekken. Als je volksliederen hoort of zingt, dan merk je al snel dat het gaat om de liefde om het land, om het landschap, je eigen streek. En ook de heimwee, als je er niet meer bent. Na Cantata di Montagna gaan we door naar Tsjechië, naar het lied Moja Cesta Vlast. Het is in Oost-Europa een heel geliefd lied. Het gaat altijd, bijna altijd wordt het begeleid door een blaasorkest. En dat hebben we nu ook met de Snippenvangers. Dus dat is prachtig. Omdat Tsjechisch toch wel een moeilijke taal is, is het vertaald in het Fries. Onze Harm. En dan noemen wij het Tuursland. Zo is de tekst makkelijker te begrijpen. Der Mann schenkt ihm gute Freude.
Thank you.
En dan zijn we nu in Italië en Griekenland aan de beurt. Met Fa Pensiero en Griechische wijn. Het lied Fa Pensiero uit Italië betekent zoveel als vlieg gedachten, gouden vleugels. Het wordt in veel verschillende talen gezongen. En door veel verschillende doelgroepen ook gebruikt. De melodie wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het clublied van Pek Zwolle. Ook wordt het wel gezien als verzetslied. Niet gek, want het komt uit de opera Nabucco van Verdi. En daarin heet het het slavenlied. Dan gaat het over de slaven van de Joden die in Babylonië vastzitten. Wij zingen het wat vrolijker. Bij ons heet het het vrijheidslied. Hierna zingen we het lied Griechische wijn. Het is een lied waarbij Henk Homma de solo zingt. En het is een lied van Udo Jurgens. Die beschrijft het lot van de Griekse gastarbeiders in de jaren 70 in Duitsland. In de jaren 70 hadden we veel gastarbeiders uit Griekenland, uit Italië. Daar is ook een Duits liedje van. Zwei kleine Italiener. En natuurlijk de Marokkanen en de Turken. Maar wij hebben het over Grieken. De Grieken. Het lied had een heel groot succes. En in Griekenland wilden ze eigenlijk zelfs een volkslied ervan maken. En dat snap je wel als je het refrein hoort. Griekse wijn is als het bloed der aarde. Het refrein staat op jullie programma en dat mogen jullie meezingen. Maar we beginnen met het vrijheidslied. Oh,
De stijl van de Europa-reis, maar we gaan een iets beetje buiten Europa, we gaan naar Amerika daar. Daar is de bekende zanger Tom Jones. Ken je hem al wel, hij heeft een hele soort mooie nummers maken. Maar hij hier iets aparts bij zijn optredens. Als hij optreden, dan vleeg alle... Daar doet het. Al het vrommelje ondergut kwam... Danny even schakelen en dan komt het er weer om. Heel goed. Dan komt het vrouwtje onder Gutje op het podium. Ik wacht je nou. Maar wanneer wordt Tom Jones speel je? Een medley van bekende nummers van Tom Jones. En om het jongen kennen, jongen hoor mooi. Het binnen nummers, ik weet even zien wat de titels ik weer binnen. It's Not Unusual, Sex Bomb en het laatste is Delilah. Tom Jones. Als je erbij. Thank you.
Wees bij hem dat hoort terug te komen? Of draait daar wat op de grond heen? Dan hebben wij toch niet die uitstraling van Tom Jones. Want het werd zo. Wij gaan even naar een nummerke dat is van vroeger heel bekend, Jeren Santig. Als iemand dan thuis kwam, dan moet er ook graag wel weten wat er nou in de gevangenis zitten hier, of in Shane zitten hier, of wat ik maar. Ik kom thuis, ben ik nog welkom? Nou, dat koe er het zit wurf te sturen, we hebben een appje, mag ik thuis komen? En als ik geen bericht krijg, dan wie is dat niet thuis komen, meest, en oors wel. Vroeger moesten ze dat oors wel. En dan gingen ze dan in Amerika, ik ben een heel mooi systeem voor, komst thuis, dan hing je er alger linten om de been. Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Een gier lint rond de eik. En dan als je thuis komen, dan ben je hartstikke welkom. Een swingend nummer, tie a yellow ribbon. Nog pasje we hebben allemaal bij het programma van de Bakuster Hees jongens mooi een Europa Reis. En wij hebben ik nog een Italiaans nummerke. En je begint te krijgen over Verdi, dat heeft het ik over het vrijheid, vrijheidsstreven, gevangenenkoor wie dat. Dat dit alles ik wel wat mooi te maken. Ze weten niet is exact de oorsprong, maar het is op een gegeven moment waar je niet draai je niet heel bekend wordt. Hele vlotte melodie heeft ervoor maken. En je kent het denk ik al wel mooi jongen en jong maar wat, maak het in het verluid, we verstaan het ook in Italiaans. Maar de titel is heel toepasselijk, Bella Ciao. Bella Ciao. Thank you.
pakken we nou onze reis door Europa weer op en gaan we naar Frankrijk. En we gaan dat doen met een echte chanty, Hardy Legard. Het is zoals alle chantyliederen een wekkend oorspronkelijk aan boord met een voorzanger. Wij hebben ook een voorzanger en dat is Harm Hessels. En het is om in een ritme te komen met z'n allen vaak bij saai werk. De tekst doet er meestal niet zo toe. Over een ratje toe aan talen, vaak over zeilen, exotische plaatsen, drank, mooie vrouwen. Dit chantilied uit Frankrijk begint in Bordeaux en die gaat op potvissenjacht. En zij branden de Zuidkaap van Zuid-Amerika, gaan langs Chili en dan gaan ze door tot Mexico. Al deze plaatsen die hoor je in het lied. Oorspronkelijk is dat een Duits lied van Schubert, maar het wordt heel veel in het Engels gezongen. Het is echt een geliefd lied in Engeland en het is een verlangen naar vroeger, toen alles eigenlijk hetzelfde zou blijven. Spelen en leven en de kinderen die spelen onder de lindenboom. Maar het leven gaat niet altijd zo. De geliefde die gaat naar zee en die komt om en er spelen geen kinderen onder de lindenboom. Maar we leggen bloemen onder de lindenboom. Maar we beginnen eerst met de Glen of Arlo. I take her every time.
En dan rest ons nu nog één uitstapje naar Scandinavië. Daar is het liedje Wem kan segla fruten wind. Het is een wijdverbreid Zweeds liedje aan het eind van de vorige eeuw. Die eeuw daarvoor eigenlijk. 1800. Het is eigenlijk een slaapliedje. En het is best een beetje een geheimzinnige tekst. Van wie kan zeilen zonder wind? Wie kan roeien zonder spanen? Ja, dat kunnen we allemaal wel. Maar afscheid nemen van een vriend zonder een traan te laten? Nee, dat kunnen we niet. En dan gaan we dat nu eerst zingen. Alles in je in Fries, ik denk niet dat in Fries. Maar even tussen haakje desje, dus muzikant, die heet dan in Wendt. Herma, Sam, Mink. Arno, die werd in die Tuk, de voorstraat van Steenwijk. We hebben handig en klaar. En dan de man. Als je niet keihard om wat het te zien bij ze in Wettes. Uw bal. Maar ik wil even mooi nemen naar je. Hoe vind je de kleding van het koor? Die man blom, het valt mooi. Maar dan binnen de dames die je achter u zitten te naaien. Die hebben het regelen dat het mooi is. En dat de wien een beetje mooi zit. We zijn op die jongens bij waar je aan het oefenen. In hun thuishaven, de geerten. Dan zitten de vrolijke bobben de kledingen te naaien. En die hebben het regelen, maar er is nooit een bij. En dan ging ik nou even heen. En dan biedt het bestuur en jubileum net hier wat van. Maar we hebben een liedje zzp'er in ons midden. Oftewel een sukker. Want sukker is, nou draaien denk ik bij de club mooi. Sukker toen ze me zei, ik verhip het, ik moet net stroffelijk hier in de zaal doen. Ik ben 80 hier, ik hoor op de nog eens 83 sukker. Ja? Jammer, vertel ik meer. Maar sukker heeft
de kleding en ik krijgen de dames van je, die heb ik ontnomen. Maar als wij dus een brok op zingen doen, zullen doen, mooie dus voorstellingen, dan zijn ze altijd paraat. Mooi Marijke, die dapper die daar zit. En zulke die in de verlottingse regelen alles. Als het jongen wel linker hoofd en het weinig ogen verwacht je met elk een hele dikke prijs voor het in alle waterloze cadeaus. Maar dat deed er niks. Ze doen hun best. Maar zulke, ik heb hier een blomke. En alle medewerkers die krijgen een blomke. En dat heet Suzanne met de mooie ogen. Hoe is mogelijk, hè? Hij is in een verpakking. Ze willen hem thuis opkweken. En dat het mislukt. Dan geven we z'n allemaal garantzaden daar. Bij Nijen Marm. Want Bouken en Hedwig Beukers. Die binnen zelfs de team die zijn. Alle medewerkers krijgen zo'n blomke van mij. En ook als je hier altijd een tulp lezen. En dan weer we de horen thuis het opromen. En daar loopt een toon van die. En daar weer een roos van die. Ik zou duidelijk meer op dit doen. Dan hebben ze zelf nog wat. Maar zoeken, ik jou daar een tut. Je kunt gerust willen, mijn vrouw zit daar, die hoort het in de gaten, en we hebben een hormoon even op de mansje, dat is geen probleem. Maar ik wil nog meer mensen bedanken, we weten al lang niet. Dat is uw Hiltje, die vertrekt. Hiltje krijgt ook een bloemetje. Ik doe mijn linkerhand terug, dat is mooi. Namens iedereen, Hiltje. En de heer Henkoma, ja, hij zit nog aan de rij, dan is hij aan het denken. Krijg ik niet zo'n bom. Ja, Jim krijg je allereerst zo'n bomje, maar dat moet ook kwijt worden. Ik vermoed dat er zo'n dingen in een man. Ik heb nog wel een liefst verrassing hier straks van Jim, maar de bomen niet zitten wat jongens. Zou die man, daar is even een applausje, ja, daar. André is hier ja, ik vind het nog steeds jammer mensen naar het oude. Helaas, we hebben hier een versje straks voor je. En dan hebben we een kemmelige mooi, jongen. Vang me wel. Dan zou ik het even zeggen of ik nog vierden ben. Niet, maar daar heb ik nog het volk te doen, nee meneer. Ja, we hebben nog 1 juni. Dan komen de mensen uit Oorlogskeld van Texel. Die komen naar Laarzen daar. En dat is ik een koor, een visserskoor. En dan binnen wij, ik. Dan ben er vanaf 11 uur een zielwedstrijd en vanaf 1 uur treden wij met het koor van Texel op. Toen het zo leuk werd om wat tijd te hebben, dan kan men erin komen. Iedereen is gratis, maar dan koffie met me samen. Hoor. En dan geven we 10 maart, 10 augustus, dan geven we naar Texel daar. Nou, dat is een boom in het eiland, dat jij dan een beetje bij Nederland. En dan geven we naar Hunta om daar op te treden. Er is dan een hele grote merk. Ik ben er wel 24 mensen die daar op daar komen. En een neef van mij die regelde daar. En ik zei, ik zou nog wel 4 zoiets hier lang om daar heen te geven. Maar hij wilde ze nooit hebben. Ik zei, als wij nou niet komen, dan komt u de erfenis van de familie. Ja, maar die kleren, we mooien het desondanks. Maar dit woord, maar de snipvangers. Mooi homma. Het weer voor ons grandioos. Applaus, ja. En uw score, mooi heeltje daarvoor. In december hebben we nog Christfest gehad. We hebben al een uitvoering gehad met Christlieden. En heeltje zei, wij beginnen niet eerder als in januari, mooi het repertoire van uw jubileum. Ik denk, bleks, doe hoe komt dit, maar de jonge dame. Ze hadden er een. Ja, grandioos mooie. Pak u er heen. Nou, ik denk een beetje, dit alles een beetje wezen. Doof, zo is het laatste nummer, dan kom ik hier. Wat is dat? Het boekje, oeh ja. Je bent naar binnen te lokken, maar gratis in te rijden en koffie. Maar weet je wat dat in hoort? Daar ben ik ook wel, dat is straks een man. Maar een boekje, en die er niet tot in doet, die komt er niet levend uit. Laurens. En het ken ik dan zo weten dat het zeer valt. Dan heb je in november een actie hier in mijn huis. En dan gaan wij als koorleden met het overlangs mooi lijfkeer werd er een rugwind. En die ben je dat moet je wel brengen. Maar mensen, we hebben straks nog een afscheidslied. En dan jou heel zit voor hebben. Ik jou het allemaal Gries. We kunnen
onze reis natuurlijk in Europa niet eindigen bij onze eigen Heidelaar. Dus we zingen ons favoriete mooie lied, Het Hert van Friesland. Yeah.
Thank you.
Toen er weer hier